Vergunningen van hardleers of winkeliers zullen na 3 waarschuwingen worden ingetrokken. Minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zei woensdag dat er nu een ander beleid wordt gevoerd door het ministerie, omdat er te vaak is gewaarschuwd voor het overtreden van regels die zijn gesteld door de overheid. Ja, de prijzencontrole gaan allemaal normaal door. We zijn hardhandig bezig nu. Ik zeg hardhandig omdat wij nu spullen in beslag gaan nemen. We hebben ook gezegd ondernemers worden geblacklist. Er is een supermarkt aan de Gompertstraat die we gisteren hebben gesloten vanwege illegale medicijnen, illegaal alcohol. En we hebben het gesloten. En ik zeg nu, gaan we, als je geblacklist bent voor de 2e, 3e keer dat je een boete hebt gehad, gaan we je vergunning intrekken, want dan weet je niet hoe het hoort. Kuldeep Singh zegt dat de overheid niet aan 1 stuk door kan blijven waarschuwen. Dit nieuwe beleid is niet om handelaren onaangenaam te zijn. Er zijn vergunningen ingetrokken, maar niet op basis van een prijzenbeleid of iets dergelijks. Maar mensen die zich niet hebben gehouden aan de regels. Maar het gaat nu in feite, gaan we gewoon als je 3 keer je schuldig hebt gemaakt aan een economisch delict, gaan we je vergunning intrekken. De minister stelt meer te willen investeren in de economische controledienst. Deze afdeling is nu opgenomen op de begroting voor het dienstjaar 2023-2024.